Vandaag gaan deze 8 verschillende kijkers 8 verschillende bunkers bouwen. Ze krijgen 1 uur de tijd om deze bunkers te bouwen. En daarna zou ik moeten ontsnappen uit alle 8 de bunkers. We gaan voor 5000 likes. Oké, jongens en dames, welkom. Jullie staan weer op de prachtige platformen vandaag. Rick, wat leuk dat je er weer bent. Ik weet niet wat er met mijn gezicht hier gebeurd is, maar heb jij er iets mee te maken? Nee. Nee? Ik zou niet durven. Hey, jongens, jullie moeten vandaag bunkers gaan maken. En in plaats van dat ik moet inbreken in jullie bunkers, moet ik ontsnappen uit jullie bunkers. Jullie krijgen 1 uur de tijd om een prachtige bunker te maken. Aan het einde gaan we kijken wie de mooiste heeft gemaakt. Misschien ben jij het wel, Richo, de marsman. Ik weet niet of jij een raket gaat maken en weggaat of zo. Of... Nee, ik heb wat van plannen. Dat is mooi, hoor. Ja. Oké. Nou, jongens, veel plezier. Jullie krijgen 1 uur de tijd. En dan beginnen we daarna gewoon bij Rick. Oké, Rick? Hier bij mij. Ja, bij jou. Jongens, 1 uurtje. En daar staan we dan in de allereerste bunker. Zitten wij opgesloten. Rick, waar heb jij mij heen gebracht? Waar ben ik? In een bunker. Ja, dat is eigenlijk best wel een domme vraag. Ik zie het eigenlijk duidelijk dat ik in een bunker sta, inderdaad. Ja, hè? Ja, het is ondergronds. Heel mooi. Zoals je in mijn timelapse hebt kunnen zien, heel veel gebeurt. Ja, het is echt helemaal ondergronds. Volgens mij staat er niks boven. Nee, helemaal niks. Oké, en ik moet gewoon ontsnappen vandaag. That's it. Ontsnappen, dus ik ga er weer vandoor. Ik kijk even goed hoe jij weggaat hier. Ja, kijk, ik ben dus een soort magier. Ja, oké. Moet je opletten. Ja. Kijk, daar ga je. Heb je gezien. Oké. Nou, laten wij proberen te ontsnappen uit de allereerste bunker. We gaan eerst gelijk kijken of wij op plekjes dingen kunnen looten. Ik zie hier mijn dagboek. Hierin zal ik walnoot al mijn ervaringen opschrijven. Oké. Ervaring 1. Dag 1. Dan. Oké. Rick, ik ga ontsnappen uit jouw bunker. Wat is hier allemaal te doen? Wat zit er in deze flauwepot? Ik weet niet, ik neem het bloemetje mee. Ik zit nu al vast gewoon. Wat is dit? Hier. Oh, dat zijn ook furnaces. Ah, kijk, ik heb het gelijk al door. Oh, maar er zit niks in. Oh, jawel. Een waterbottle met no effects. Wat heb ik eraan? Wat heb ik nou aan een waterbottel? Die kan ik sowieso ergens droppen, Rick kennende. Ik kijk sowieso dat bloemetje terug. Sowieso als ik die in een hoekje drop, Rick, dat doet hij altijd. En met alles wat hij doet, is het altijd in een hoekje moet je het gooien. Oh, wacht, misschien dat ik het gewoon moet vullen. Ah, natuurlijk moet ik het gewoon vullen. Ik dacht veel te moeilijk na gelijk. Oké, we zijn uit ons kamertje, jongens. Dat is gelijk een ervaring. Dag 2. Iets minder stom. Zo. Oké, laten we eerst achter het schilderij, want dat kan natuurlijk. Abonneer op... Ik haat je echt, Rick. Ik haat je zo erg. Oh, wat is dit? Deze als laatst. Oké. Ah! Ik schrok oprecht. Ik schrok er echt van. Maar wat haat ik je dat hier zo'n bordje staat. Ik vind het vreselijk. Oké, we hebben de eerste hier zijn knop klikken op gebeurt. Niks. Die gebeurt ook niet zoveel. Is dit hier naar binnen? Oké, hier heb ik duidelijk een soort lever of een button nodig. Deze moet als laatst. Oké, begin, einde. Oké, dat is duidelijk. Maar dan plaatsen we hem nog niet. Kan ik hier doorheen zakken? Nee. Mag ik niet slopen natuurlijk. Hier is een button. Ik ga gewoon elke button even drukken in de hoop dat het iets doet. En volgens mij doet geen één button iets. Verboden toegang. Ja, dat is logisch. Dat snap ik. Hoe kom ik hier binnen? Sowieso heb ik iets gemist ergens. Hier zit cobblestone. Ik heb elke button ingedrukt, maar er is helemaal niks. Oeh, hier zit iets. Een button. Oeh, wat is dit? Sleutel cel 2. Is dit cel 2? Of is dit... Nee, dit is cel 2. Kijk maar, want er zijn maar 2 cellen. Dat is geen cel. Oh, dan gaan we naar binnen. En wat vinden wij hierin? Helemaal geen droom. Wacht, daarboven weer hetzelfde. Oeh, magenta concrete. Oké. En red concrete. Oké. Dit is tot nu toe echt een... ik moet ontsnappen. En light blue. Dat betekent dat ik alles heb volgens mij. Wacht. Toen. Dat betekent eerst rood. Dan die. Wat gebeurde er? Er gebeurde al iets. Oké. Oeh, er is niks gebeurd. Dan die. En dan die. Oeh. Ik hoorde iets. Hier. Wat is dit? Sleuteltrap. Is dit de trap? Dit zal de trap wel zijn. Hoppakee. Ik ga ontsnappen. Zit hier iets achter? Als hier weer een bordje zit met Rick. Oké, gelukkig. Ik schrok al. Is dit het? Ben ik ontsnapt? Hallo. Wat is dit? Welkom bij Brandsraket 2.0. Nee, ik wil niet weer. Ik wil niet weer met een raket. Wat heeft dit nou met de bunker? Oh, dit is trouwens mijn ontsnapping, of niet? Dit is de ontsnapping. Oh, dit is de ontsnapping. Maar je bent nog niet klaar. Ja? Er zijn een paar dingetjes die je moet vinden. Knopje hier, launch knop. Dus ik moet een knopje vinden voor de launch knop. Oké. Die kan ik misschien stiekem hier vinden. Ah, die heb ik hier. Launch knop, top. Die heb ik snel gevonden dat ik dacht dat ik hem zou vinden. Oké, klik jij hem in? Of... Nee, jij. Klik maar. Ja? Wow! De deur ging open. Je hebt sowieso iemand anders je mee geholpen. Dit kan je niet in jezelf. Oh mijn god, dit is zoveel cooler dan die van Bram. Ik ben klaar om op te stijgen. De geheime deur is open gegaan. Ik hoop echt dat ik het wel eens goed heb gedaan. Oké, stuur me de lucht in. Ja! We zijn ontsnapt uit de eerste bunker, jongens. Wat een groot succes. Wat een verhaal.
En oh, ik ga de ander bijna zien. Jongens, we zijn ontsnapt met de raket en laten we doorgaan naar die daar met de hoge bomen. Die ziet er leuk uit. David, we staan in jouw bunker vandaag en wauw, wat is het mooi. Nee, ik zie nog niet zoveel, eerlijk gezegd. Ik ben speciaal niet helemaal voorbereid voor jou. Ja, oh, dat vind ik heel leuk. Was het goed bij je klasse? En, bij mijn klasse? Ja, gewoon klein. Wat is dit nou weer? Oké. Okay. Maar jij moet dus ontsnappen. Ja, oké, dat kan succes. Ik. Ik ga weg. Net als, maar ik word niet geholpen met waar ik nu zit. Nee. Dit is het al. Oh mijn god, oké. Okay. Oké, okay, nee, prima, dat komt helemaal goed. Ik ben getraind. Ja, doei. Hey, ik zie gelijk een button. Ik denk dat dat is het eerste wat ik zie. Maar dan moet ik een soort van... Oh, wat is dit irritant? Moet ik daar springend op gaan klikken? Oh mijn god. Ja! Oh, het is weg! Oké, okay, de muur is weg, jongens. Dat was de eerste. Daar zie ik nu al gelijk een soort grote... Wat is dit? Kluisdeur? En dan hier moet ik iets op plaatsen om waarschijnlijk de kluisdeur te openen. En ik zie hier kapotte stone bricks. En die moet ik denk ik hakken. En dit lijkt alsof er een trap naar beneden gaat. Maar daar heb ik een pickaxe voor nog. Wat is dit? Klik op de button. 2 blokken hoger dan dit. Oh, het pijltje ging naar de 2. 2 blokken hoger dan dit. En je zult beginnen aan deze moeilijke rit. Het rijmt. Wat staat op de eerste pagina? Oh, het... Hij stond al op pagina 2. Het begin is linksboven. De vijand van linksboven ook wel het tegenovergestelde genoemd. Het begin is linksboven, de vijand van linksboven, ook wel tegenover, ja, rechtsonder dus. Dan 3 naar het noorden. Het einde is de vriend van de tweede, maar hij is 1 blok hoger. Oh mijn god, dit ga ik niet onthouden, maar laat op de button klikken. Huh? Wat? Waar komt dat ineens vandaan? Oké, okay, nu is dit handig. Het begin is linksboven, dat heb ik hier. De vijand van linksboven, oftewel tegenovergesteld. Oh, de eerste is linksboven, zo. De vijand van linksboven is oftewel rechtsonder. Dan 3 naar het noorden. 1, 3 naar het noorden. Dat kan niet. Hij is maar... Het noorden is... Oh, wacht. Het noorden. Noorden is in dit geval die kant op. Dus 1, 2, 3 is die. En dan... Het einde is de vriend van de tweede. Maar hij is 1 blok hoger. Dus dat is die. Klopt dit? Heb ik het goed gedaan? Ik heb het niet goed gedaan, hè? Ik heb het fout gedaan. Het is de vriend van de tweede. Dat is die. Maar hij is 2 blokken hoger. Dat is die. Wacht even. We gaan nog een keer op de button. Nee, dat doet niks. Misschien was het wel... Nee. Dan 3 naar het noorden. Ja, dat heb ik gedaan. Noorden is die kant op. 1, 2, 3. Zo. Misschien was het die. Nee. Oh mijn god, maar hij is 1 blok hoger. En ik heb 2 gedaan. Ik ben echt een idioot. Dit. Ja. Oh, maar ik kan ook gewoon niet lezen. Maxi moet gewoon even normaal even de tijd nemen om te lezen. Ik ben echt... Oké. We gaan door. Wat is dit? Een kist hierachter. Een kluis en gewoon een normale kist met een pickaxe. Iron bar breaker. Oh, dat was makkelijker dan verwacht. Ik had... Oké, nou dat kunnen wij. Iron bar spreken. Zo. En dat zit hierin. Gouden button kan op een goudblokje worden geplaatst. Ja, dit kan op een goudblokje worden geplaatst. Jongens, daar komt hij. In 3, 2, 1... Oh, hij gaat open. Hij gaat open. De kluis is geopend. Oh, en er is meer. Wat is dit? Pas op. Voor wat? Voor wat? Er is meer. Ik dacht dat ik vrij was. Pas op voor wat? Waar zijn we? Ik geloof, ik vertrouw het niet. Ben ik ontsnapt? Ben ik vrij? Ben ik vrij? Ben ik ontsnapt? David, waar ben je? Ik ben niet ontsnapt. Ik moet hier nog uit. Ik denk dat ik hier nog uit moet, jongens. Want daar is een bordje. Daar is een bordje. Dus ik ben nog niet klaar. Kom ik hier uit? Ja, ik kan er gewoon over... Oh, hier kan ik gewoon tussendoor springen. Kijk. Oh mijn god, dat ging niet. Wacht even. Zo. Oh, wat is het bordje? Je bent ontsnapt. Yeah! We zijn ontsnapt, jongens. Uit de puzzeldoos van David. David, waar ben je? Oh, daar ben je. Ik ben ontsnapt. Ik vond de ding is echt... Ik was echt een idioot dat ik het verkeerd las. Maar het was leuk bedacht. Het was echt leuk bedacht met die levers en zo. Nee, wat doe jij? Met die levers en zo was oprecht heel leuk bedacht. Ja, het duurde langer dan het spelen, zeg maar, het bouwen. Ja, maar dat maakt toch allemaal niet uit. Ik vond het oprecht heel leuk om te doen. Deze was echt leuk in elkaar gezet. Maar nu ga ik echt naar de bomen. Want ik zei net dat ik naar de bomen ging. Maar nu gaan we daadwerkelijk naar de bomen. Nou, ik probeerde naar de bomen toe te lopen, jongens. En uiteindelijk eindigde ik hier bij Joris. Ik dacht, weet je wat, ik ga eerst ontsnappen uit die van jou. Dan de bomen, die komen eraan, jongens, de grote bomen. Maar waar ben ik, Joris? Wat is dit? Ja, we zijn hier samen naar binnen gekomen, maar... Ja? Ja, we moeten er ook nog uit. Lijkt me wel handig. Ah, dus we gaan samen ontsnappen? Nou, ik dacht, jij kan het werk mooi doen. Oh, ik jij gaat... Uitrusten. Jij kan even uitrusten. Kijk, jij hebt dit natuurlijk gevonden en dan moet ik ons er weer uitzien. Ja, nee, ik snap hem. Ja. Ik snap hem. Oké, nou, ik ga kijken. Ik zie wel gewoon al uitgang, dus misschien dat we gewoon naar buiten kunnen lopen. Nee, kijk, dat is niet zo makkelijk als dat je denkt dat het is, Joris. Ik zag je al denken, jij kan gewoon... Oh, je bent weg. Ik praat tegen mezelf. Oké. Jongens, je kan blijkbaar niet zomaar naar buiten lopen, wat heel frustrerend is. Want kan ik niet als ik heel snel gewoon...
Misschien dat het... Nee, dat gaat absoluut niet lukken. Oké, wat hebben we hier? Shulkerboxes met een ladder. We hebben hier een shulkerbox met nog een ladder. We hebben hier een shulkerbox met nog een ladder. En tot slot een shulkerbox met nog een ladder. Wat kunnen we met die ladders doen? Weet ik niet. We hebben hier een slimeblok. Zit er iets onder? Er zit een piston onder. Dus die gaat mij omhoog duwen wanneer ik dat wil. En dan is dat mijn ontsnapping. Maar, hoe komen we daar? En wat kan ik met ladders? Wat kan ik met die ladderblokken? Ik kan... Die iets, maar wat? Oh, wacht. Misschien dat ik hier stiekem eronder door kan. Je kent die glitch, jongens, hè? Dat je dan... Oké, hier is dat niet. Misschien dat een van die shulkerboxes de geheime doorgang is. Dat je er doorheen zakt. Ik hoop dat dat het is. Even kijken. Nee, dat zou het wel die moeten zijn. Anders heb ik oprecht echt geen idee. Misschien deze knop. Ja! Oh, dit was hem. Oké, gewoon de laatste. Ik was zeggen, anders was ik echt een einde raad. Had ik niet geweten wat ik had moeten doen. Waar ben ik beland? Wat is dit? Er is hier gold, heel veel ijzer. Hier is heel veel glas en een heel mechanisme erachter. Hier is trapdoors met... Oh mijn god, deze shulkerbox kon ook gewoon. En deze ook, maar de trapdoors zaten dicht. Oké, maar die zijn nu open. We gaan nou even naar beneden. Waar ben ik beland dan? Oh my days, wat is dit voor lijpe geheime bunker? Hier is een zaadje. Large chest, allemaal kisten. Laten we even alles kijken of we iets kunnen vinden. Alles even looten. Misschien vinden we wel spulletjes die we nodig hebben. Wat is dit hierachter? Kan ik iets pakken of zo? Wat is dit? Nee, er zit niks. Dat is een furnace, toch? Ik dacht dat ik die kon pakken, maar niet. Blijkbaar niet. En voor de rest is alles leeg. Lijkt wel. Het lijkt alsof alles voor de rest leeg is. Dus heb ik hier iets aan deze kamer? Ik denk het niet. Je zou zeggen dit hier, dat een furnace is of zo, maar dat is niks. En ik heb nog steeds mijn ladders. Laten we omhoog gaan terug. Even kijken, wat is er aan de andere kant? Dit gaat nog dieper. Oh my days, wat is dit? Druk hier. Oh, ik snap wat het is. Ik snap wat het is, jongens. Ik moet dat kippetje... Ik moet dat zaadje hebben uit die andere kamer. En dan moet ik dat kippetje moet ik naar een goed plekje leiden. Dat is leuk. Dit vind ik leuk. Dus laten we dit zaadje pakken hier. Waar is mijn zaadje? Hij is weg. Oh, zaadje. Die had je wel moeten krijgen. Oh, dat maakt niet uit. Ah, kijk, daar is het zaadje, oh, jongens. Daar is hij. We hebben hem. Laten we dit zaadje meenemen naar het kippetje hier. En dan snap ik dat ik plat moet gaan liggen, denk ik. Of ik weet niet waar dit voor is. Dan kan ik plat liggen. Waar is het kippetje nou? Hallo? Hallo? Ben jij uit jezelf al helemaal gaan lopen? Oh, hij is hier. Hij is uit zichzelf al naar de... Hij heeft al het harde werk voor me gedaan. Het kippetje is letterlijk in die tussentijd. Oh mijn god, hij is er. Oh mijn god. Ik heb helemaal niks hoeven doen. Nee, 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 jongens. Oh mijn god, er zijn zombies gespand. Oh, en er zijn meer gespand. Doei. Doei, doei, doei. Moet ik iets hebben van jullie? Heb ik iets nodig? Wacht, jullie passen hier... Oh, jullie passen hier niet door. Oké, wacht. Gaan we hem even iedereen doden. Oh mijn god. Er was een val is afgegaan, jongens. Dit is zo'n Indiana Jones move. Dat was even doden. Zeg maar, de kip is op het gewichtje gaan staan. En nu is gewoon de grote ronde bal is gaan rollen. En die gaat mij vermoorden. Ik ga... Weet je wat ik ga doen? Ik weet toevallig dat er in die andere kamer volgens mij ook armor of zo is. Zijn er ook zwaarden? Zijn er ook... Nee, er is geen zwaarden. Maar ik kan wel armor aandoen. Dan ben ik op zijn minst even iets sterker. Zo. Maar er was geen zwaard, hè? Of wel? Ik had geen zwaard hier ergens gezien. Dat is jammer. Anders kon ik ze ook gewoon makkelijk doden. Hallo! Want ik wil weten wat hier nog meer is. Het is vast niet alleen die zombies. Het is vast wel iets wat ik hier nog nodig heb. Dit duurt lang! Ik heb er letterlijk nog maar eentje gedood. En ik sta echt al gewoon zo lang te tikken voor mijn gevoel. Maar ze gaan gewoon niet dood. Hé, dan heb je het kippetje weer. Maar ik wil weten wat er in deze kamer is. Ja, er is er eentje dood, jongens. De eerste is dood. Ja, de tweede is dood. Ja, de derde. De vierde. Vijfde. Zesde. Ja, nu schieten we op. Kijk, hoppakee. Oh my days. En hier zit wat achter. Een diamond button. Daarom dit had gemoeten, jongens. Hier is nog een pressure plate. Waar is het kippetje? Kippetje? Oké, dus daar is opgestaan. Daar was niks. Waar ben je? Hier, kom, kom, kom. Kijk, dit had ik moeten doen, jongens. Dat kippetje moet mij volgen op deze manier. Kijk, zie je? Zo. Hoppakee. Dan zo. Hierheen. Hierheen. Hier. Kom maar, hierheen. Alleen dat had hij net allemaal zelf al gedaan. Wat doet deze pressure plate? Als het nog meer zombies spant, word ik echt boos. Kom maar. Geen zombies, hè. Geen zombies. Alles behalve zombies. Hier. Drop, 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 drop. Kom, zo, hierheen. Oh, ik had hem niet moeten droppen. Ja, kom maar, drop. Ja! Wat doet het? Helemaal niks. Maar ik hoorde wel een deur of een bel. Misschien dat het toch iets gedaan heeft. Ik heb in ieder geval een diamond button. Daar ben ik al heel blij mee. En de ladders. Dus ik denk dat ik dan klaar ben hierbij. Wat was dit? Een lijpe kamer, jongens. Dat die zombies, dat was echt gewoon... Ik was gewoon in de val gelokt. Oké, wat is er gebeurd in de meanwhile? Ik heb mijn ladders, die kan ik hier plaatsen om terug te gaan. Zo. De diamond button, die kan ik daar plaatsen. En dan is mijn ontsnapping, jongens. Let op. Wacht, wacht, wacht. Kijk, ga ik hierop staan? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Huh? Maar het doet niks. Ik dacht dat dit mijn ontsnapping zou zijn. Maar het is niet mijn ontsnapping. Er is weer een belletje afgegaan. Even kijken beneden. Wat is er gebeurd? Waar is die bel? Waar komt die vandaan? Oh, er is een lever ontstaan hier. Die halen we over. Ik weet niet wat dat gedaan heeft. Die heeft volgens mij hier achter mijn... dingen klagen, maar ik snap redstone niet goed genoeg om dit te snappen. En misschien dat hij het nu doet. Nu heb ik de hendel overgehaald, dus misschien doet hij het nu. 3, 2, 1. Boom. Ah, oké, dit is het jongens, maar ik moet even goed staan.
Ja, we zijn ontsnapt! Yay! Gast, wat was dit cool weer! Ik was helemaal onder val gelokt met al die zombies op dat kippetje. Die heeft al gewoon al het werk voor mij gedaan. Ik kwam aan en ja, hij had letterlijk precies die route heeft hij gevolgd. Hij had gewoon die hele route eigenlijk al gelopen, ja. Ja, mooi is dat. Een kippetje. Ah, dit was leuk. Dit vond ik leuk. Het was een leuke bunker om uit te ontsnappen. Lekkere puzzels en zo. Het was moeilijk om te bedenken wat ik moest doen, maar uiteindelijk ging het allemaal vloeiend. Mooi. Nou, laten we nu dan daadwerkelijk echt een keer naar die bomen gaan. René, we staan hier in het donker eindelijk een keer bij de bomen. Ik was zo'n lange trip dat het inmiddels nacht is geworden, zo te zien. Waar ben ik? Ik sta buiten. Dit is de eerste keer dat ik buiten begin, volgens mij. Ja, je bent opgesloten in een begraafplaats. En aan jou om te ontsnappen. Oeh, dat is duister. Oké, nou dat gaat helemaal goed komen. Ik ga mijn best doen. Hard zien. Alright. Oké, laten we even kijken wat wij als eerste hebben. We hebben hier roosboesjes en een paar graven. Ik zie dat ik daarachter misschien iets kan doen. Ik zie hier al heel veel levers. Nog een roosboes. En hier kan ik naar beneden en hier kan ik omhoog. Wat doen we? Eerst naar beneden of eerst omhoog, jongens? Dat is nou echt een levensdilemma. Kijk, ik ben ontsnapt. Zo simpel gaan. Oh, hier kan ik daadwerkelijk naar beneden. Hier is iets. Oh, dan gaan we dit als eerst doen. Een boek en quill. Oh mijn god, dit was ook gewoon de bedoeling dat ik hierheen ging. 6 is boven. Oké, dat kan ik. 1, 2, 3, 4. Oh, die staat al omhoog. Dat hoef ik niet eens te tellen. Wat is hierboven? Niks. Wat heb ik hier dan aan deze ladder? Wat voor nut heeft deze ladder? Er is hier letterlijk helemaal niks. Wat hebben we hierachter? Ik denk dat ik heel veel boekjes moet gaan vinden, jongens. Met daarin allemaal informatie. Zoals dit. En dan weet ik als ik al die levers omhoog heb gehaald. Hoe en wat. Kijk, hier is waarschijnlijk een nieuw boekje. Ja. 7 is boven. Oh, dat betekent ook dat ik daar gewoon niet aan hoef te komen. Want die is al naar boven. Daar is nog een barrel. Hier is die ook boven. Nee, 8 is beneden. Nou, dat is de eerste die we dan even kunnen doen. Even kijken. Hoe kom ik terug? Wacht, hier is ook iets, sowieso. Ja, daar, kijk. Hoppakee. 1 is beneden. Oké. Laten we even weer onze progressie doen. 1 is beneden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 is ook beneden. Dan doen we al deze boekjes weg. Dan gaan we nu een keer hier naar boven. Even kijken wat we hier kunnen vinden allemaal. Oeh, nog een barrel. En daar staat waarschijnlijk in. 2 is boven, dus we hoeven ook niet aan te kijken. Als het boven staat, is toch al goed. Wat is dit? 5 is beneden, maar laten we eerst helemaal deze hoge boom inklimmen. Want daar is ook een barrel met een nieuw boekje. En daarin staat 9 is boven, dus daar hoeven we ook niet naar te kijken. 2 is boven, hoeven we ook niet naar te kijken. Als ze boven staan, jongens, hoef ik niet naar te kijken. Want dan staan ze al goed natuurlijk. Oké, welke was dit? Dit was 5 is beneden. 5 is natuurlijk deze, beneden. Zo, hoppakee. Dan gaan we hier ook een keertje naar beneden om te kijken wat hier is. Ik zit gewoon op een begraaf... Oh, dit is heel traag dit. Oh mijn god, ik schrok erop. Waarom schrik ik daarvan? Dit is helemaal niet eng. Ik schrok er echt van. Ik dacht dat er echt iets stond. Wat is dit? 10 is beneden, oké. Goed om te weten. Dan gaan we weer naar boven om 10 te pakken. 10 is naar beneden. 10, wat was dit? Dat is 8, 9, 10 is naar beneden. Dan is er wel nog meer. Dan heb ik nog lang niet alles gehad, jongens. Ik heb echt nog lang niet alles gehad. Daar moet ik nog heen. Nee, pas op voor die roos. Die wil ik niet aanraken, zo. Is hier iets? Is dit gevaarlijk? Oh, kijk. Dit is top. Hier gaat sowieso nog iets zijn. Wat is dit? 11 is boven, dus daar hoeven we niet naar om te kijken, want die staat dan naar boven. En 4 is beneden. Zou dit de laatste zijn, jongens? 1, 2, 3, 4. Nee. Oké, dan mis ik er. Dus want dit was 10, 11, 12. En ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dus dan mis ik er 2. Mis ik waarschijnlijk nog, want er zijn er volgens mij 12. Dus ik mis nog 2 geheime stinkboekjes. Misschien dat ik hier de bomen op kan... waarom is die ladder daar? Die vind ik nog steeds sus. Die vind ik nog steeds... Waarom is die daar? En ik mis 2 boekjes. Ik denk dat ik 2 boekjes mis, op zijn minst. Dat wordt even zoeken, jongens. Ach, kijk, hier kan ik heen. Misschien dat ik dan hierheen kan, zo, om erop te klimmen. En dan moet ik een beetje gaan parcouren. Zo, hierheen, hierheen, hierheen. Om dan vervolgens hier te kijken. Ik zie het wel gebeuren dat het namelijk helemaal hier in het hoek... Nee, hier zit helemaal niks. Hé, heb je mijn raket? Ik vind het verdacht, jongens. Kijk, hier, dit is nieuw. Waarom zit hier een... Oh, wacht, kijk. Oh, wow! Hij zat helemaal verstopt. Daar is hij. 12 is boven. Ja, maar die had ik al. Ik moet die andere hebben. 12 is boven. Ik moet er nog eentje hebben die naar beneden moet. Dat betekent trouwens, de enige die ik nog niet heb, die moet dan naar beneden. Maar ik wil het boekje gewoon vinden. Ik kan het niet overuit als ik het boekje niet vind. Dan kan ik niet leven met mezelf. Die heb ik al gehad, toch? Die. Ja. Ik moet dat boekje vinden. Ook al zou ik hem nu al basically kunnen doen door gewoon te kijken welke ik mis. Hey, die! Ja, daar is hij. 3 is omlaag. Het was nummer 3. Nummer 3 was de boosdoener, jongens. 1, 2, 3. Hij doet het niet. Oh jee. Wat heb ik fout gedaan? Oh, hij doet het wel. Oh mijn god, ik schrik me rot van jou. Je ineens naast hem staat. Oh mijn god, jongens. Ik moet ontsnappen van de begraafplaats. Maar we gaan gewoon het begrafenishok hier naar binnen.
En waar komen we dan uit? Oeh, oh mijn god, wat is het groot hier ineens? Wat? Oh mijn god! Waarom ben je altijd zo chagrijnig? Ik niet zo vriendelijk van jou. Sorry, excuses. Hallo. Wacht. We zijn ineens bij een andere map, Sebastiaan. Rol even de intro voor deze map. Oké. Hallo. Waar ben ik beland? Een bunker. Ja, duidelijk. Ik moet ontsnappen is vandaag de optie. Ja. Ben jij van het leger? Ja. Ik kom net van een begraafplaats. Ik weet niet hoe ik hier ben beland, maar ik ga mijn best doen om te ontsnappen. Succes. Dankjewel. Hoe ga jij ontsnappen dan? Dat weet ik ook nog niet. Zeker als ik even deze kant op kijk. Ja, zo even die kant op en dan weer omdraai. Oh, daar ben je er nog. Oké, laten we zelf proberen te ontsnappen. Wat is hier beneden? Dat is de enige plek waar ik heen kan. Zo. Oeh, een dolf, jongens. En het leuke is in deze twee maps. Ik kom net natuurlijk van de begraafplaats. Maar de begraafplaats is gewoon gemerged met de map van Anne. Dus René en Anne hebben gewoon eigenlijk een soort van samen... Ja, ik wil zeggen, dit is niet één map. Maar het is gewoon een soort samenvoeging van hun map. Maar misschien dat... Hier kom ik sowieso net vandaan. Laten we even kijken waar we heen gaan in dit dolhof. Ik heb net allemaal boekjes moeten vinden. Heel leuk. Dat was oprecht gewoon uniek nog. Want die hebben we nog niet eerder gezien vandaag. Dat ik boekjes moest vinden. Oeh, dit is iets. Een kopersleutel. Daarmee kan ik naar boven. Oké. De kopersleutel die nemen we mee. Die gaan we meenemen. Dan gaan we gelijk door naar boven. Moeten we goed doorrennen. Doem. Hier naar boven weer. Maar even kijken wat we hiermee kunnen. Want ik wou zeggen, hier kon ik gelijk die kopersleutel gebruiken. Wat is dit? Oh mijn god. Wat is, dit is zo'n bar... Hoe noem je dit ook alweer? Dit is zo'n klein... Ik weet het niet. In de oorlogen was dit altijd. Er staat zoiets van brrr, zo te schieten en zo. En dat is een heel klein spleetje. Wat is dit? Een bow and arrow? Dan denk ik misschien een hele wilde gok dat ik dan daarop moet gaan schieten. Komt hij, hè? 1, 2, toek. Hoppakee. Wat heb ik gekregen? Een ijzersleutel. Ha, die gaan we hier doen. Dan kunnen we door. Oh mijn god, ik dacht dat ik daar naar buiten ging, maar dat is niet zo. Oké, dan heb ik nu een goldsleutel nodig om weer naar buiten te gaan. Maar dan gaan we eerst naar beneden. En dan heb ik een netherite sleutel. Het is echt groot ineens. Wat is dit weer ineens voor grote map? Verder naar beneden. Parcours. Die gaan we in één keer even kleppen. Het parcours zo. Ik heb het gevoel dat ik hier gewoon nekken door kan springen, maar dat ik dan geboosteld word. Dus... Oh nee, dat kon niet. Want ik zat tegen het plafond natuurlijk. Oeh, ik ben blij dat ik dat niet deed. Een netherite sleutel. Oké, laten we die even pakken. Hoppakee. Oh. Hoppakee. Netherite sleutel, die kon ik als het goed is gelijk hierboven rechts plaatsen. Hier. Dan kom ik in de... Hoe noem je dit? De slaapplekken. Dat heeft ook een naam in het leger. Slaapplekken. Wat is dit? Oeh, daar moet ik zijn. Een goudsleutel. Gaan we gelijk even slapen. Ik weet niet waarom. Gewoon even daguitje zetten. Zo, hoppakee. Gaan we naar boven. Gaan we hier een goudsleutel plaatsen. Dan komen we in zo'n nieuwe schietplek. Dan gok ik dat ik weer dat ding moet raken. Oh, ik mis. Ik raak, maar er gebeurt niks. Moet ik iets anders raken of zo? Iets nieuws wat ik moet raken? Of is hier verder... Moet ik misschien de andere kant raken ervan? Die kant nu? Oeh, iets hoger. Daar ja. Nee, is ook niet. Hé, wat moet ik dan raken? Ik heb het gevoel dat ik iets mis. Dat ik iets niet door heb. Oh, een button! Dit was gewoon een button natuurlijk. Oh, de diamantsleutel hebben we gevonden, jongens. En de diamantsleutel, die was natuurlijk... Oh, die was hier. In 3, 2, 1. Toenk. Ja, goed gedaan of zo. Oh, ik ben ontsnapt, dankjewel. Ik was bang dat je kwam en dat het iets een ontsnapping was. Oh mijn god, wat was dit leuk. Ik heb eerst een hele begraafplaats zoektocht gehad naar goede boekjes. En toen kwam ik op een gegeven moment in de bunker terecht. Toen moest ik allemaal opdrachten uit. Het was helemaal geweldig. René, waar ben je? Oh, je staat achter me. Ik vond het leuk. Het was een leuke combinatie van jullie twee mappen. Het had eigenlijk niks met elkaar te maken, maar het was leuk dat ik... Ik schrik elke keer als ik gewoon ineens in iemand anders map kwam. Dat vond ik oprecht heel leuk. Ja, het spookt nog een beetje hier. Ja, het spookt hier. Ik weet niet of zij je daadwerkelijk was of dat het de geest was, maar... Ik vond het heel leuk. Het was leuk in elkaar zetten. En dan laten we daar gelijk doorgaan naar de volgende. Vind de button. Waar ben ik beland? Wat is dit, Risio? Dit is mijn bunker. Dit is jouw bunker en er zit daar dirt boven. Heb je dat niet kunnen fixen? Nee, laat maar. Het ziet er echt uit als een bunker. Als oprecht gewoon met dat mossy cobblestone en zo. En hier een trap naar vrijheid waar ik nog niet heen kan. Ook al, nee, daar kom ik nog niet heen. Maar wat is de bedoeling? Wat moet ik doen? Nou, ik weet niet precies wat je moet doen eigenlijk. Maar je moet gewoon goed kijken en goed... Alles checken, zeg maar. Oh, je hebt zoveel barrels geplaatst. Moet ik in elke checken? Als je wilt. Liever niet, maar ik ga het wel doen. Maar jij gaat op jouw bijzondere wijze, ga jij zeker ontsnappen? Ja. Ah, ik wou dat ik dat ook kon. Gewoon zo weg ineens. Nou, laten wij ontsnappen uit deze bunker. We gaan beginnen met gewoon elke... Ik ga gewoon willekeurig de goede pakken. Deze hier, boom. Nee, deze hier, boom.
Oeh, cobwebs, die gaan we meenemen. Nee, dat gaan we niet meenemen. Nou, we gaan ze wel meenemen. Oké, we gaan echt gewoon op een hele stomme wijze gaan we alles gewoon nalopen. We gaan alles checken. Nee, die cobwebs is sowieso niet wat ik nodig heb. Oh, wat is dit vreselijk. Wacht, ik ga misschien dat ik geprankt word. Misschien moet ik helemaal niet daarin kijken. Maar ik denk het wel. Ik denk dat helaas dat ik wel gewoon geforceerd word om hierin te gaan kijken. Oh, wat vreselijk. Ik haat dit. Waarom moet ik zoveel barrels checken? Oh, dit kost zoveel tijd. Ik krijg gewoon een epileptische aanval van telkens zoveel dingen tegelijkertijd openen. Volgens de beurt. En ik heb ook nog niks gevonden voor mijn gevoel. Oh, een button! Ja! Oh mijn god, we hebben een button gevonden. Wat kan ik ermee? Hier moet stairs. Wat moet hier? Stairs, ja. Waarom is dat zo raar geschreven? Hier moet een stairs. Maar waar moet de button? Er staat gewoon ook button. Maar waar moet de ook button? Kan ik die hier plaatsen? Ik kan hem daar plaatsen, maar ik kan hem ook hier plaatsen. Ik weet niet... Er staat niet precies mee wat ik moet doen. Dus ik ben bang dat ik het fout doe, maar... Ik weet het niet. Ik ga hem gewoon... Oh, hier. Hij moet hier. Oké, top. We gaan... Dankjewel, geest van de bunker. Oké, daar gaan we, jongens. 3, 2, 1. Toenk. En we zijn in water beland. En in een hele duistere ruimte met shulkerboxes aan het einde. Hier nog meer shulkerboxes. Maar die kunnen we in muren duwen, toch? Oh nee, die kunnen we niet door muren duwen. Oké, het is heel donker hier, jongens. Ik moet echt een beetje met mijn ogen knijpen om te kijken waar ik ben. Laten we deze shulkerboxes hier goed benutten. Oeh, het is hier zo donker. Oh, ik zie niks! Ik heb ook nog een softbox op me staan, jongens. Zo'n grote witte lamp, zodat jullie mij goed zien. Maar dat gaat ten koste van mijn eigen zicht. Dus ik moet een beetje zo mijn pet naar beneden houden. Gelukkig heb ik een pet op, want die houdt die softbox een beetje dat licht voor mijn ogen weg. Alleen nu zien jullie mijn ogen zien jullie niet, maar dat is niet erg. Waar moet ik heen? Ik zie niks. Het is donker hier. Nee. Oh, wat is dit? Tja, hoe krijg je de button? Button! Weet ik niet hoe ik de button krijg. Hierheen. Even kijken. Nee. Oh, nee, dit is ook niks. Hier, het is zo donker. Ik zie echt helemaal niks. Ik zie zo weinig. Ik zie dus letterlijk zo weinig. Ik ben echt in een eindeloos donker pad aan het kijken. Of aan het lopen. Zonder einde voor mijn gevoel. Ik heb nog maar 4 shulkerboxes gevonden. Ik zie ook gewoon niks. Kijk, ik kan wel mijn lichten zo uitdoen. Maar dan zie je... Oh, maar nu zie ik wel ineens heel veel. Oh mijn god. Jongens, volgens mij zit hier een shulkerbox onder. Wat een vervelend persoon is Riccio. Echt waar. Ik heb zo lang hier rondgelopen en uiteindelijk blijkt hij gewoon heel vervelend. Echt heel stom. Heel stom, maar dat maakt niet uit. Laten we de button plaatsen hier. Kunnen we doorlopen. Oké, wat is hier? Oh, wat zit hier? Helemaal niks. Oh, ik haat dit. Ik haat dit. Dit kan ik, jongens. Klopt niet. Oh, het is goed gegaan. Oké. Nee, niet nog meer. Ik wil niet nog meer barrels. Ik ga in één keer de goede pakken. Let op. Boom. Let op. Boom. 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 Oh, wat is dit vervelend. Wat is dit ontzettend vervelend dat hier dan... Hey, een ster. Oh, hij zit hier gelukkig. Ster nodig. Oké, dat kan ik. Zo, hoppakee. Hier moeten ladders. Oh, maar die zitten hier zeker ook verstopt in die ruimte van net. Ja, natuurlijk zitten die hier ergens verstopt. Natuurlijk. Oké, nou laten we ladders zoeken dan, jongens. Zit die... Oh, wat staat hier? Nee, zitten die niet weer hieronder verstopt stiekem misschien? Nee? Oké, beter deze keer. Oh, wat irritant. Ik ben nog steeds gewoon helemaal... Hoe noem je dat? Chagrijnig over het feit dat gewoon die button uiteindelijk onder het water zat. Oh, ze zaten hier! Ze zaten hier! Achter ik wilde daar al bijna niet kijken, maar achter... Weet je, ik moet gewoon beter nadenken. Laten we de stairs gebruiken. Stairs moeten hier. Oké, zo. Ja, dan kunnen we erin. Wacht even hoor. Ik doe het volgens mij net verkeerd. Laten we deze even hier doen. Zo. Kijk, kunnen we... Zo, hoppakee, dat is beter. Zoek de button nog een keer. Oh, het wordt weer donker, jongens. Het wordt weer donker. Maar het kan nooit zo erg zijn als net. Want wacht, laten we gelijk aan het begin kijken. Ik zie het alweer gebeuren dat het hier ergens verstopt zit. Gewoon hier gelijk al. Maar deze keer niet. Deze keer niet. Zoek de button. Dat kan ik. Ik ben heel goed in buttons zoeken in deze game hier. Maar, weet je, ik heb vertrouwen dat ik hierheen moet. Zo. Hoppakee. Laten we dan hierheen gaan. Even kijken wat we hier vinden. Hier niet heen voordat je de pressure plate hebt. Oké, dat... Oeh, daar zit onder. Daar zit iets onder. Kan ik die stiekem... Totem of Undying. Ik weet niet wat ik erin heb, maar ik ga hem pakken. We gaan hem pakken. We stoppen hem in mijn tweede hand. Dan hier naar boven. Is daar iets? Nee, er is niks. Laten we hierheen kijken. Wat kan ik hier doen? Even kijken. Die is nog groter allemaal, dit. Jemig, wat is het groot hier, hé? Mega dof, dit. En ik weet niet waarom ik een Totem of Undying heb, maar... Ik ben er op zich wel een beetje blij mee. Hier niet. Oh, wat vreselijk dat hij die bordjes... Riccio is echt cool. Dan zou het vast wel deze kant op zijn. Als hij echt zo cool is, zou het echt oprecht wel deze kant op zijn. Dan, het was echt hier deze... Dankjewel voor dit bordje. Hij is echt cool. Riccio is echt inderdaad cool dat het ding hier is. Wat een goede... Goed bordje dat. Dat hij me de goede kant op heeft gestuurd. Waar moest ik nou heen? Volgens mij hier naar rechts. Deze hier naar rechts. Ja, daar is licht. Snel weg hier. Met kruipen een beetje zat. Zo, hoppakee, zo. Dan gaan we hier weer heen. En dan kunnen we... Wacht, er staat trouwens hier niet heen voordat je de button... Maar er stond veel... Nee. Zij...
Zei ik nou net pressure plate of stond er nou net pressure plate? Ik heb de button. Dan gaan we hier staan. Dan gaan wij de button plaatsen. Hier. Zo. Nee, waar? Waarom ben ik weer hier? Ik heb een ladder, maar ik heb geen ster. Hier moeten stairs. Maar ik heb alleen een ladder. Die kan ik ook gebruiken om te ontsnappen. Maar dat is niet de bedoeling. Wacht, daar moeten stairs. Maar hier mag een ladder, denk ik. Of is hier nou ineens een ster gespand? Nee. Weet je, ik ga gewoon de ladder gebruiken. Stik er maar in. Zo, hoppakee. Wat is dit? Gooi de totem op de pressure plate. Ik kan ontsnappen, jongens. Het is... Het was niet de ladder, hè? Nee, het was niet de ladder. De ladder is vals spelen, jongens. Maar wat dan? Is hier ineens een ster terechtgekomen of zo? Dat was dit... Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat geloof ik niet. Hier moeten stairs. Ja, maar ik ben hier net uit. Ik ben hier net doorheen geweest. Ik heb geen ster gevonden, niks. Nou, weer alle barrels opnieuw bekijken. Nee, doe me dit niet aan. Oh, wat vreselijk dit weer, hé. Wat ontzettend vreselijk dit. Als je een beetje ongeveer hier op dezelfde plek zit, word ik echt boos. Nee, oké, okay, hij zit op zijn minst op een ander plekje. Maar ik heb echt al overal gekeken. Bijna overal. Hé, waar zit het dan? Waar zit het dan? Er is helemaal geen ster. Ik snap het niet. Ik heb in elke barrel, of heb ik hem gemist? Nee, ik ga niet nog een keer elke barrel checken. Ik ga er niet... Moet ik er weer in? Ik ga gewoon nog één keer het rondje afmaken. Heb ik iets gemist? Is er iets dat ik heb gemist? Ster nodig. Ja, misschien dat ik deze weer mee kan nemen. Is dat het? Kan ik deze meenemen stiekem? Nee. Ja, ik kan proberen dit, maar dan kom ik er niet meer op. Dat is een beetje het probleem. Nee, dat is sowieso niet de bedoeling. Oh, wat doe jij hier? Ah, ik schrok me rot. Zit hier onder in de lava iets? Heeft hij zichzelf verklapt stiekem? Nee, of wel? Oh, jawel, hij heeft zichzelf... Nou, misschien was het wel een hint gewoon. Wacht, waar zat het nou? Hier. Cobblestone stairs. Oh, wat vreselijk dat het daar zat. Of hij heeft zichzelf verklapt, of hij heeft mij gewoon een hint gegeven dat ik daar moest kijken. Ik gok de tweede. Oeh, laten we kijken. Laten we hier even ingaan. Oh, die moest wel dus helemaal terug om die stairs te halen, jongens. Oké, okay, dus dan waren de ladders inderdaad vals spelen als ik dat echt had gedaan. Dus het is logisch dat ik terug werd gestuurd. Maar nu zijn we er alweer. Zo snel gaat dat. Zo, hoppakee, tonk. Zo, dan gaan we hier de stairs plaatsen. Kijk, nu is de trap ook gewoon af, zo hoort hij. Dan plaatsen we hier, gooien we dat ding op. Kunnen we naar buiten. En dan zijn we ontsnapt. Vrijheid. Wat ben jij vreselijk met je barrels. Nou. Hij was wel echt heel leuk. Dit was weer op een hele andere manier zoals de andere was hij heel leuk. Maar heel veel zoeken, heel veel... Vooral heel veel zoeken was het. Dat was 1-0 zoeken volgens mij. Maar ik vond het echt heel leuk. Het was leuk in elkaar gezet. Leuk vooral dat ik eigenlijk gewoon best wel vaak getrold werd zelfs. Met waar je dingen had verstopt. En hoe je ze had verstopt. Maar dat maakt het extra leuk. Nou, laten wij doorgaan naar de volgende troll. En daar staan we dan. We staan hier nu bij Luke zijn bunker. En het lijkt wel alsof ik al ontsnapt ben. Maar er zal vast wel een verhaaltje aan zitten. Waar ben ik? In de void. In de void? Oké, okay, dat ja, is duidelijk. Ja, geen flauw idee waar we zijn, maar je ziet het vanzelf wel. Oeh, we zien het vanzelf. Dus het is een man van een mysterie. Nou, ik ga het proberen op te lossen. Ik ga kijken of ik hier kan ontsnappen uit deze ruimte waar ik nu ben. Of uit dit gebied hier. En ik zie nu al Secret. Niet daarheen. En we gaan er absoluut heen. En daar staat, of toch wel... Oh, misschien dat we... Wacht, ik ga sowieso even achter de deur kijken eerst. Wat hier zit. Ah, kijk, hier kan ik dus nog niet zoveel, jongens. We kunnen hier dus nog niet zoveel. Er is... Oeh, er is een onzichtbaar parcours. Dat zie ik nu al. Maar laten we toch eerst even hierheen gaan. En gewoon even de bovengrondse plek hier even... bekijken wat hier allemaal te doen is. Er staat nog een bordje met twee i'tjes. Oeh, daar kan ik heen. Duidelijk. Oké, okay, ik zie nu al dat ik daar naar binnen kan. Maar wat is er nog meer voordat ik daarheen ga? Laten we gewoon even alles hierboven kijken. Oh, ik kan gewoon op deze... Ja, jee, yeah, ontsnapt. Nee. Oké, okay, hierboven is verder helemaal niks te doen. Oké, okay, dat is best wel goed. Want dan betekent dat echt dat daar beneden iets is. Maar laten we eerst het onzichtbare parcours hier even proberen. Ik zie hier het eerste blok. Ik zie daar het tweede blok. Dan daar het derde blok. En dan daar het vierde. Maar moet ik oppassen voor die lantern. Zo. Hoppakee. Oké, okay, ik weet niet wat daar beneden was. Daarachter. Misschien dat we daar toch nog even heen kunnen. Want ik bedoel, er is hier van alles al gaande. En ik denk dat ik dan te ver ga om dat te checken. Dus laten we eerst heel even die daar checken. Hier is een ladder. Wat heb ik eraan? Wat heb ik aan die ladder? Dan kan ik weer uitvallen. Oké, okay, maar laten we eerst even kijken wat hier is. Laten we eerst even kijken wat daar beneden is. Want ik zie dat daar niet voor niks iets zit. Hier, kijk. Daar wil ik heen. Doenk. Helaas toch de deur. Oh mijn god. Oh, vreselijk. Nee. Nee. Dit wilde ik niet. Oh, wat erg dit. We zijn terug, jongens. We zijn terug. Oké. Okay, laten we dan maar gewoon toch wel deze route doen. Mijn instinct zat er helemaal naast dat ik eerst daarheen moest. We moesten gewoon hier blijven. Laten we gelijk eerst even alle kisten looten die ik kan vinden. En ik zag hier een kist. Ik zie hier namelijk ook al een kist met nog meer kelp. Waar zijn we beland? Ik zie hier een parcoursje naar boven. Hier zou vast ook nog wel, ik kan het zeggen, nog wel een kist zijn. Maar die leeg. Hoezo is die leeg? Moet ik daar iets in doen en me wegsturen of zo? Ik weet het niet. Even kijken. Laten we het parcoursje omhoog nemen. Wat is dit, hé? Wat ziet dit er allemaal? Alsof ik in een soort van... gewoon daadwerkelijk in een cave in Minecraft aan het rondlopen ben. Maar dan is hij helemaal omgebouwd tot geheime bunker of zo. Chest, die is ook leeg, maar
Misschien zit er wel een geheime kist achter, onder, naast deze kist. Maar tot zover zie ik niks. Oké. Okay. Wat is dit? Heb je alles gevonden? Ik weet het niet, eerlijk gezegd. Ik denk het. Ik heb veel gevonden. Ik heb 2 kelp gevonden. Ik weet niet of dat alles is. Even kijken. Daar zit verder niks. Laten we dan toch nog maar even hier spieken. Want waarom zou hier anders een minecart zitten? Het zou toch niet voor niks zijn, zou je zeggen? Maar heb ik alles gevonden? Ja. Zit er iets onder de lava verstopt? Oh, ik viel er bijna in. Ik weet het niet. Ik weet het niet, jongens. Ik denk dat ik alles heb gevonden. We gokken waar dat we... Oh, hier! Hier zit de kist. Oh, die kan ik niet openen. Oké, dus dat is ook niks. Dat is ook niks, want die kan ik niet openen. Zie, zit daar nog iets? Nee. Ja, dan heb ik alles gevonden. Ik denk het wel. Laten we dan maar gewoon doorlopen. Ja, we gaan doorlopen. Hoppakee, waar zijn we beland? Een kamertje met een shulkerbox met nog meer kelp, een ladder. We hebben hier glas met lava erachter. Oeh, er zitten itemhoppers achter, maar die zijn leeg. Oké. Button. Die opent dat. Misschien dat hier iets zit. Nee, hier nog een button. Zie je daar iets? Nee. Hier zag ik ergens nog een button. Daar. Oh, zo zit hier achter iets. Nee, maar wel achter het schilderij natuurlijk, hè. Het is Minecraft, je kent het. Ook niet. Oké, hier nog een button. Doet ook niks. Hieronder zit een kist verstopt die ik niet kan openen, maar die daar wel. En daar zit heel veel kelp in en sticks. Het lijken wel ogen zelfs. Sticks, die nemen we mee. Zit eronder nog iets verstopt? Misschien nog een kistje? Soms heb je dat wel eens, hè, in Minecraft. Dat ze een kist onder een kistje doen, maar ik zie niet nog een kist. Oké. En die kan ik niet openen. Maakt niet uit. Oké, we hebben alles. Oh, onder het bed zit nog iets. En hier zit nog iets. Hier zit een minecart met een kist. Nog meer kelp. Er staat lol in met een string. Wat kan ik hier allemaal mee met die kelp? Wat heb ik eraan? En hier zit ook iets onder het bed. Een ster of een slab gewoon. Maar ja, heb ik verder niks aan. Oké. Wat moet ik hiermee doen? Wat is de bedoeling dat ik hiermee doe? Kan ik iets craften hiermee? Ik kan niks craften met de spullen die ik heb. Waar hebben we kopwebs? Oh, die zijn nog van mijn vorige map volgens mij. Wacht. En ik zat helemaal niet in survival, maar maakt niet uit. Ik ben letterlijk tot op nog geen moment dood kunnen gaan. Dus ik zat nog in survival, was niet helemaal de bedoeling. Maar nu zit ik wel in survival, jongens. Geen zorgen. Wat moet ik hier doen? Moet ik iets in de hopper doen? En wat kan ik hiermee? Wat kan ik met de items die ik heb? Dat vraag ik me af. Het is even goed nadenken, jongens. Oeh, misschien dat ik via dit hier... Het is misschien heel ver gezocht, hoor, maar dat ik zo erin kan hier. Kijk. Ah, ik dacht misschien dat dat werkt, weet je. Dat is misschien wel een beetje ver gezocht, maar... Je weet maar nooit tegenwoordig. Oké, ik heb wel alles. Ik heb alles. Laten we gewoon kijken of we dingen in de hopper kunnen doen. Misschien dat we gewoon iets in de hopper gooien, zoals wat kelp hier. Doet dat iets? Dat doet niks in die andere hopper misschien, als we daar wat kelp doen. Doet ook niks. Dus dan hoeven we niks in de hopper verder te doen. We moeten even goed nadenken, jongens. Het is de eerste keer van alle maps tot nu toe dat ik er echt even vastloop op het feit dat ik even niet weet wat ik moet doen. Maar dat vind ik leuk, want daarom moet ik juist even goed gaan nadenken. Wacht, misschien... Nee, daar heb ik ook niks aan. Kan ik door de... Oh, wacht. Door de shulker... Ja, natuurlijk is het door de shulkerbox. Waarom dacht ik daar nog niet eerder aan? Oké. Hiep de piep. Hoera, einde. Ben ik ontsnapt? Dat geloof ik niet, want er is meer. Ik geloof niet dat ik ontsnapt ben. Maar ik ben wel ontsnapt uit die kamer van net. Alleen, wat heb ik aan al die spulletjes? Heb ik daar wel iets aan gehad? Of is het gewoon een grote prank dat ik die spullen nodig heb? Laten we even kijken. Wat is dit? Hier beneden. Hiepe de piep. Hoera, einde. Maar het is helemaal niet zo. Het is helemaal niet het einde. Oh, maar misschien is dit het einde. Is dit het einde? Is dit het einde? Hallo? Hallo? Is dit het einde? Zeker, zeker. Ik ben vrij. Wat heb ik aan die spulletjes, schat? Ik wil het gelijk weten. Helemaal niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Oh, god, dan ga ik ze gewoon gelijk weggooien. Wat een afleiding. Het heeft me vooral afgeleid in die kamer net. Ik dacht helemaal niet na over het feit, hoe kom ik eruit? Nee, ik was alleen maar bezig, wat kan ik met deze spulletjes wat ik hier in de ruimte heb? En helemaal niks. Wat een goede manier om mij lang vast te houden. Dat is nog niet eerder gebeurd, dat iemand mij gewoon afgeleid heeft. Dus zo. Nou, heel leuk in elkaar zit. Ik ga er... vandoor, want ik hoor als ik hier naar beneden spring dat ik dan bij de laatste map terechtkom. Zeker, dus zeker. Doei. Doei. Daar zijn we dan aangekomen in de allerlaatste map. Julian, we staan op een roadblock. Ik kan hier nu zie ik al ontsnappen gewoon. Ik kan wegrennen. Oh nee, dat wordt hem waarschijnlijk niet. Maar waar ben ik? Wat is dit? Nou, dit is de bunker. En niet zomaar bunker, maar de bunker. De bunker. De bunker, oké. En ik heb gehoord dat jij een beruchte crimineel bent. En jij bent goed in ontsnappen. Dat klopt, de beste. Dus wij hebben deze speciale bunker. En wij willen jou heel veel geld geven als jij uit deze bunker kan ontsnappen. Ah, dus ik moet eerst naar binnen om dan vervolgens te ontsnappen. Je bent ons testsubject. Ah, testsubject. Kan testen of deze bunker goed beveiligd is. Oké, nou, ik ga mijn best doen. Ik ga er binnen, denk ik. De rode dingen is respawn point. Dus Okay. Daar kan je respawn point zetten.
Nou, ik heb nu al mijn respawn point gezet. Is goed. Good luck. Dankjewel. We gaan de bunker in, jongens. Kijk, dit is de eerste keer dat... Oh nee, trouwens, net had ik het ook dat ik de bunker in ging om te ontsnappen. Oké, laten we even kijken. Waar zijn... Mag helpen. Ik ben één groot ding vergeten. Oh, wat dan? Meelopen. Oké. En je moet hierin. Hier, hoezo? Je begint hierin. Oh, ik begin hier? Ja. Maar, hoezo? Ik dacht dat het erin ineens. Goed luck. Dankjewel, ik dacht, nou, ik ga beginnen, jongens. Maar ik begin in de kamer waar ik flashbacks krijg naar die van Rizio. Ik moet namelijk in allemaal stomme barrels gaan kijken. Laten we eerst de moeilijkste bekijken hier. Waar het moeilijkst bij komt. Want er zal vast wel wat in zitten. Natuurlijk niet. Oké, ladders naar boven. Ik zou niet weten waarom. Maar er zitten hier ladders. Laten we gewoon even elke barrel checken. Dat is mijn favoriete bezigheid dit, jongens, in Minecraft. Gewoon barrels bekijken. Gewoon eindeloos lege barrels zoeken tot ik een volle vind. Vind ik echt leuk. Vind ik echt heel leuk. Ik ben mezelf een beetje moeilijk aan het maken. Want ik doe het niet echt in een patroon. Ik ben gewoon willekeurig aan het kijken. Sla ik iets over? Ik heb het gevoel dat ik iets oversla. Oh, hallo. Hoe staat het ervoor? Ja, ik heb nog niks gevonden. Echt nog niks. Ik heb ook toevallig gehoord dat jij ook vooral heel sterke handen hebt. Ik mag gewoon slopen. Dus je hebt zulke sterke handen dat je zelfs ijzeren dingen kan slopen. Dus ik mag dit gewoon slopen? Misschien, als je lukt. Ik ga het proberen. Waarom duurt het zo lang? Maar ik mag gewoon dus blijkbaar slopen. Wat heeft dit er dan mee te maken dat ik hier... Ik ga het gewoon slopen. Prima. Als hij zegt dat ik ijzeren dingen mag slopen, dan ga ik het slopen. Nou, jongens, daar komt-ie. 3, 2, 1. Het kan! Waarom was ik dan hier vast? Wacht, dan gaan we ook kijken of we dit kunnen slopen hier. Of hier, want er zitten niet voor niks ladders. Waarom gaat het zo traag? Ik kan toch een barrel wat sneller slopen dan dit? Ja, kijk. Oh, maar er zit niks. Waarom? Ik snap het niet. Maar ik vind prima dat ik dat mocht slopen. Oké, nu ben ik hier. Wat heb ik dan gehad aan deze hele ervaring hier? Waarom moest ik hier beginnen als ik nu toch weer hier ben beland? Ik heb een nutteloze ervaring meegemaakt. Laten we hier even binnen kijken wat we hier kunnen doen. Hey, spawn point. Die mogen we hier zetten. Zo, oké, laten we naar binnen gaan. Even kijken of we hier achter ladders kunnen chillen. Misschien kan dat. Even kijken. Nee, misschien hier. Even kijken zo. Oeh. Oh! Oh mijn god, ik haat Julian echt. Ik schrik me helemaal kapot. Oké, nou, dat was een leuke prank. En nu? Wat moet ik nu doen? Zit ik nou weer gewoon in deze nutteloze kamer vast hier? Is dat het? En dan gaan we niet nog een keer doen dit. Er is hier gewoon niks. Hij heeft me weer geprankt volgens mij. Ik moet gewoon dit weer slopen. Het is echt niet te geloven. Dit is gewoon een nutteloze kamer. Net zoals die barrelkamer daar. En dan moet ik... Het kost alleen maar tijd om dat ding weer te slopen. Wat een irritante ontsnapping. En... boom. Hoppakee. Wat is hier beneden eigenlijk? Hier kan ik mijn spawn point zetten. Ik vind het prima. Zet spawn. Oh, en dan is er een onzichtbaar... Daar moet ik heen. Oké. Maar ik kan hier... Wat kan ik hier doen? Niks. Ik moet daarheen. Dat kan ik. Zo. Oh, wow, dat ging in één keer goed. Huh? Hoe ging dat zo snel? Ik zit er gewoon in één keer in. Wat is hier te doen? Hier is niks te doen. Oh, nee. Dit is uniek. Dit is uniek, jongens. Het is een doolhof. Maar dan met heel veel paintings, waardoor ik gewoon... Sub to yield to max. Ik haat je, Julian. Oké, laten we doorgaan. Oh, dit is uniek. Dit is... Nee! Nee! Waarom? Nee! Oh, oké, jongens. Laten we nog een poging wagen. Komt-ie? Te doen. Hoppakee. Zijn we in één keer binnen? Oh, dat gaat echt soepel. Oké, dus dat betekent dat ik standaard shift in moet houden, zodat ik er niet doorheen val. Oh, ik ben blij dat ik het gewoon uitlegde en gelijk, voordat ik zeg maar het ging doen, dat ook gewoon deed. Shift inhouden voortaan, jongens. Terwijl wij hier doorheen gaan, want anders gaat het fout. Ik zie het wel gebeuren dat ik dan nog een keer ga vallen. Maar gewoon standaard shift inhouden nu. Oké. Zit hier iets achter misschien? Wat is dit leuk, dit doolhof. Dit is echt een uniek doolhof. Hier ging ik weer bijna fout. We houden shift gewoon in. We blijven shift inhouden deze keer. Hier ging ik weer bijna fout. Wacht, hier kan ik nog wel misschien zo. Ja, kan ik tussendoor. Hoppakee. Hierheen. Jemige, wat is dit groot. Het is eindeloos. Wacht, hier ben ik al geweest. Huh? Het is echt eindeloos dit. Maar waar moet ik dan heen? Dat is een beetje de vraag. Wow. Dit is moeilijk, jongens. Het wordt me even moeilijk gemaakt. Hier misschien? Nee, hier was ik al geweest. Hier ben ik ook voor mijn gevoel al geweest. Want hier heb ik dit riskante sprongetje gemaakt. Hè? Oh, ging bijna weer fout. Maar waar moet ik... Als dit weer een nutteloze kamer is, word ik echt boos. Dat kan namelijk ook nog, hè, jongens. Dat hier wederom niks te doen is, gewoon. Dat is inmiddels wel vaker overkomen. Dus laten we ook gewoon doodgaan. En even een andere poging ergens anders wagen. Oké, laten we even hierboven kijken. Want ik weet dat ik hier ook nog dingen kon doen. Weet ik eigenlijk 100% zeker wel. Ik ga het nog één keer proberen. Dus ik hier... Andere kant. Dit gaat beter. Kijk. Zo. Hoppakee. Zo moeilijk was het niet.
Maar hier is niks. Hier is weer niks. Ja, maar... Jongen! Waarom nou zo vervelend? Oké, misschien dat ik het sprongetje kan maken. Nee, dit is toch gewoon te halen? Ja, ik wou het zeggen. Waarom denk ik zo moeilijk? Dit is toch gewoon te halen? Kijk, hieronder kan ik ook. Dat zag ik net zo. Hier kan ik ook heen. Wat is hier te doen? Zeg maar niet de dood, alsjeblieft. Kan ik hier iets halen? Dit is niks. Er is niks hier. Er is niks. Het is vreselijk. Julian, waar heb je mij heen gestuurd? Waar ben ik Oh mijn god, is het hier? Is dit het? Is dit het? Is dit het gewoon? Waar ben ik? Hier is een minecart, daar kan ik heen. Oh, het is weer een troll. Julian, het is niet meer de trollvideo. En ik zit nu ook gewoon vast. Hey, wacht. Nee, dit is het. Oh, ik haat het echt. Ik word alleen maar getrold. Hé, hey, waar ben ik? Huh? Waar ben ik? Wat is dit? Was dit de bedoeling dat ik hier ben? Nee, technical difficulties. Oh, neem je tijd. Ah, kijk, we zijn weer op de plek waar ik hoor. Gewoon in de dinges. Dankjewel. Als je klaar bent, dan halen we je op in een helikopter. Oh, leuk. Luxe. Ben ik wel heel benieuwd. Ik heb nog nooit een helikopter gezeten in Minecraft. Oké, die kant was het dus niet. Misschien dat het hier dus heen is. Dacht je nou dat hier iets zat? Ja, dat denk ik eigenlijk nog steeds wel een beetje. Stiekem. Dat daar iets zit. Nee, daar zit niks. Ja, er zit hier echt niks. Is dit nou gewoon... Oké, we gaan erin. Nou, leuk, Julian. Leuk. Waar moet ik dan heen? Er zijn zoveel opties. Waarom moet ik ineens een varken? Sinds wanneer hoor ik een varken? Waarom is er een varken? Kijk, daar kan ik heen, jongens. Wat is dat? Zien jullie? Daar kan ik heen, maar hoe kom ik daar? Oh mijn god, hier is een onzichtbare trap. Er is hier een onzichtbare trap. Oh, een varken. Ready for take-off? Is dit een helikopter? Dit is de helikopter. Ik ben er klaar voor. Ja! Yeah! Oh, dit is cool. Oké. Wat gaan we doen? We gaan wel heel hoog. We gaan heel hoog. Is dit ontsnapping? Donk. Oh, Gigi. Je bent gevlucht. Wat was dit irritant? Wat ben ik vaak? Oh mijn god, wat was het uiteindelijk makkelijk om hier te komen. Kon ik daar al die tijd al heen naar dit hier? Ja. Vreselijk dat ik dat niet eerder gezien. Ik heb letterlijk elke mogelijke troll heb ik meegemaakt voordat ik hier kwam. Echt elke mogelijke troll. Maar het was wel heel leuk. Ik heb me vermaakt. Wat is mijn prijs trouwens dat ik ontsnapt ben? Hier, wacht. Oh, heel veel goud. Top. Nou, dan ga ik daarmee... hou ik in rekening voor de prijsuitreiking. Want we gaan nu namelijk door naar de prijsuitreiking. Zo, daar staan we dan bij de prijsuitreiking. Jongens en dames, jullie hebben allemaal jullie best gedaan. Maar jullie kennen de regel. Als er iemand niet bij de prijsuitreiking kan zijn... Net zoals alle vorige video's. Net zoals de live hacks. Net zoals de trolls. Net zoals de bunkers waar ik moest inbreken. Ben je niet bij de prijsuitreiking, dan eindig je als laatst. Dat is de regel. Helaas is Joris de enige hier. Dit is een nepversie van Joris die er niet bij is. Oftewel, Joris... Ook al was die voor jou echt heel cool. Je eindigt hier helaas op de... op de callblok als laatste. Wie is vrijwilliger die zegt... Weet je, ik voel mezelf helemaal niet goed. Ik zet mezelf op de dinges. Hey. Nou, ik vond die voor jou leuk, René. Maar jij wil op de redstone staan? Nou ja, ik had maar één simpele redstone doen. Want ik kan niks met de redstone. Dus ik vind het andere gewoon. Oké. Okay. Ja, aangezien jij niks met redstone kan, mag jij op de redstone blokken. Ik zie de vergelijking die je zojuist maakt. Dan... Julian, kom eens tevoorschijn. Nee. Dan komt eerst die vervelende Rizio. Omdat ik alleen maar moest zoeken bij jou. En daarna Julian, omdat jij me de hele tijd getrold hebt. Ze waren heel leuk, maar ik was heel gefrustreerd bij die van jullie. Maar ze waren wel verder echt heel leuk. Oeh, daar gaan we dan. We staan boven Julian. Oh, omdat Rick dit gezegd heeft, dan staat Rick op goud. Rick gaat naar goud. Rick gaat naar goud. Ik had echt mijn best gedaan. Dan, wacht trouwens, ik heb even vergeten wat er dan gebeurd was. Wat hebben jullie ook gemaakt? Je had mij op de hele rij gezet, dat was er gebeurd. Oh, klopt trouwens. Nee, dan doen we daarna, doen we Anne. Oké, ik vind Anne eng, daarna doen we David. David gaat daarna. Oké, dan daarna doen we Anne en omdat Luc nieuw was vandaag erbij, mag jij plek 1 krijgen. Jij was nieuw, iedereen heeft hier wel eens eerder meegedaan en omdat je nieuw was, krijg je gelijk de eerste plek. Zijn jullie het er niet mee eens? Wat zijn jullie met koper aan het doen? Hou nou op. Zijn jullie het niet eens met deze prijsuitreiking? Hebben jullie pech, maar dan mogen jullie wel jullie eigen in de reacties achterlaten, terwijl David hier een helikopter experience krijgt. Oh, David is dood. Dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Ben je het nogmaals niet hiermee eens? Heb je pech? Want dit is gewoon uitgesproken door de expert. Abonneer even naar nu. Oeps. Kijk lekker deze video. Dit is namelijk hetzelfde concept, maar dan met trolls. Hier moesten ze allemaal trolls maken. Moesten ze mij trollen. Net zoals een beetje het huis van Julian, maar dan gewoon echt 8 keer. Dus eigenlijk best wel heel vervelend. En nu spreek ik later glaasje water. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Boom!